Goedemorgen allemaal. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van mij. Zoals jullie kunnen zien zit ik in de auto. Hier zit mama en voor mij zit papa en Jelle. Want we gaan samen een weekendje weg. Echt super gezellig. We gaan samen naar Kochem. En dat is echt heel erg leuk, want gingen we vroeger ook wel vaker naartoe. Ik kan me niet meer zo heel goed herinneren hoe het er echt precies allemaal uitziet in Kochem. Maar ik weet wel dat we toen ook een keer naar een super leuke speeltuin gingen en zo. Dus ik ben wel benieuwd als ik daar nou ben of ik nog dingen herken van vroeger. We blijven daar zaterdag, zondag en maandag komen we terug. En ik heb er heel veel zin in. Ik ga jullie gewoon gezellig weer meenemen en ik wens jullie heel veel kijkers. Wij zijn aangekomen in Kochem en we hebben zo'n mooie kamer. We zijn nu buiten het hotel. Het is wel nog een beetje regenachtig, dus hopelijk houdt dat zo meteen op. Maar we hebben echt een super mooie kamer. Echt heel erg leuk binnenkomen. Ik zal jullie heel eventjes een mini room tour geven. Nou, als je hier binnenkomt, staat hier een 2-persoonsbed. Echt super mooi. Ook echt heel erg leuk zo met die mooie gordijnen. Spiegel. Hoi. Hier is een heel leuk make-up hoekje. Mama zit er al. Kan ik straks mijn make-up spulletjes neerleggen. Er is nog een 2-persoonsbed. Een hele mooie grote kast. We hebben hier nog een super grote tv. Heel erg mooi. Ik loop een keer naar de badkamer. En dan heb je echt een super mooie douche. Echt top. Wc. Ik vind het echt super mooi aangekleed. En hoe leuk zijn deze lampjes. So pretty. Mooie spiegel. Ik heb jullie nog helemaal niet laten zien wat ik vandaag aan heb. Mijn trui die is van Kims. Lekker goud met roze, hou ik van. Dit is mijn jas van Kims. Die zit echt heerlijk. Oh, deze is trouwens limited edition van Invisibobble. Voor de Pink Ribbon collectie. Daaronder heb ik nog een broek van Labé, deze. En dan heb ik mijn roze schoentjes. Dus ja, dat is mijn outfit voor vandaag. Super mooi is onze camera. Ik ben helemaal blij. Ik heb even net wat leuke foto's gemaakt hier achter op het bed. Want ik heb heel even snel mijn pyjama aangetrokken van Charlie Chloe. Als ik het zo goed uitspreek. Kijk, ik zie hier. Ik heb nergens meer. Ik zal het heel even hieronder zetten. Echt een super chille pyjama. Kijk, dit is zo'n onesie. Zit aan elkaar. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ja, lekker vind ik dat gewoon. Ook chill gewoon om thuis in te zitten. Kijk hoe leuk. Er staat echt een super leuk make-up tafeltje. En daar heb ik al mijn make-up spullen neergelegd. Ik heb gewoon mijn highlighter bij. En oogschaduw. Ik heb deze parfum bij. Die vind ik altijd wel heel erg lekker fris en zoet ruiken. Ja, dit is van Sylvie de Embrace parfum. Van Hunkemuller. Echt heel erg lekker. Heb ik hier nog allemaal spulletjes liggen. Heel erg handig in dit laadje. Ik zou dit ook zelf wel willen zo. Echt super leuk. Hier ook met dit stoeltje. Wij lopen hier nu door Kochem. Kijk hoe leuk die gekleurde huisjes. Dat vind ik altijd zo leuk als dat van die roze huisjes bij zitten. We zijn heel even iets zoeken om te gaan eten. Kijken waar we lekker broodje kunnen eten. Hier is de Moezel. En zometeen gaan we die kant op. Het is best wel druk. Die kant op en daar is dan denk ik wel iets lekker om te eten. Het is best wel druk in de stad. En mama? Ja, leuk hè? Ja, heel leuk. Super mooie bank en stoelen. Love it. Hier gaan we lekker even wat eten. Ik heb best wel honger gekregen. Ja, het is nou helemaal in, mama, dit. Velvet. Papa en mama hebben al een eten. Papa die heeft tomatensoep met een broodje. En mama die heeft een tosti met... tosti gezond lijkt wel. En kijk. Oeps, ik heb meteen alweer geknoeid. Ik had net al even een tomaatje en dan knoeide ik meteen hier. Een klein beetje op mijn broek. Wij wachten nog heel even om eens eten. En dit heb ik besteld. Ik heb lekker een tosti Hawaii. Yummy. Smakelijk. Wij lopen hier nu langs de Moezel. Echt super mooi ziet het eruit. Het is gelukkig droog, dus dat is super fijn. Wel een klein beetje fris. Kijk, echt heel erg mooi. En we lopen nu weer richting het hotel, denk ik. Of wat gaan we doen? De stad nog even in. Kijk hoe leuk dit er allemaal uitziet hier. Zoals jullie kunnen zien ben ik weer op de hotelkamer. En ik heb net heel even een klein dutje gedaan, want ik was best wel moe. Nu gaan we lekker uit eten. We gaan zo meteen even in het restaurant van het hotel kijken of we daar even wat lekkers kunnen eten. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze hebben. Wij zitten nu bij het restaurant en we hebben net al wat lekkers besteld. Ik heb al een heel lekker wijntje en de wijn is hier echt heel lekker. Dat zei ik net ook al tegen mama. Komt natuurlijk omdat we aan de Moezel zitten. Ik dacht altijd dat Moezelwijn alleen zoete wijn was. Omdat als je in Nederland bestelt krijg je bij Moezelwijn gewoon altijd een zoete wijn. Maar hier hebben ze dus ook gewoon droge van. Echt super lekker. En we krijgen zo meteen lekker ons eten. Proost mama. Ons eten is er en ziet er zo lekker uit. Mama en ik hebben allebei een pasta met gamba's. En wat zit er nog allemaal in, mama? En van alles, hè? Verschillende groenten. En, knoflook ook wel. Tomaat, ruikt echt heel erg naar knoflook. Kanalen. Jam. En papa en Jelle hebben echt een heel groot bord met friet en heel veel vlees en een salade erbij. Ziet er super lekker uit.
Smakelijk allemaal. Smakelijk. Zo meteen gaan wij buiten een tocht lopen met een gids met lantaarns. Heel erg leuk. Maar... ja, ik kan hier niet normaal vloggen. Iedereen heeft een slappe lach. Maar goed, ik ga het gewoon echt eventjes deze vlog afsluiten. Nou, we zijn nu wel lekker in onze hotelkamer. En ik heb net heel erg lekker gegeten. Super lekkere pasta met gamba's. En ik had eerst nog nooit echt... ik had eerder nog nooit echt gamba's besteld in een restaurant. Ik vond het nou wel heel erg lekker om een keertje te proberen. Echt... ja, ik neem mijn camera eigenlijk niet mee naar buiten, want het is best wel donker. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Goedemorgen lieve allemaal. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en ik ben op het moment een weekendje weg samen met papa, mama en Jelle in Kochum. Heel erg gezellig. Gisteren hebben we de stad al een beetje verkend en vandaag gaan we nog wat andere leuke dingetjes doen. En ik neem jullie gewoon gezellig weer mee. Zo, we zitten hier nu lekker bij het ontbijt. Ik heb al wat dingetjes gepakt. Lekker warm chocomel vind ik altijd lekker. En jus d'orange. En ik doe zo meteen mozzarella en tomaat en kaas. En nog wat vlees op een broodje. Super lekker. Smakelijk. Het ontbijt was super lekker. Het was heel erg uitgebreid. En ik heb lekker broodje gegeten met kaas en vlees en mozzarella en tomaat. Vind ik altijd super lekker. We zijn nu aan het wandelen door Kochum. En we lopen hier zo'n berg op. En dan gaan we naar de Burcht. Stukje lopen nog. Hierboven zien we het al. Dit is de Burcht van Kochum. En we moeten zo meteen nog een trap naar boven. En dan zijn we er. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet van binnen. Wie van jullie is hier ook ooit geweest? Doe even je duimpjes omhoog. Wij zijn nu boven bij de Rijksburg. En hier achter mij zie je het uitzicht op de Moezel. Op Kochum heel erg mooi. En als ik me heel eventjes omdraai, dan zie je hier de Burcht. Mama staat hier nog achter. En dan gaan we zo meteen heel eventjes naar binnen. Even kijken hoe het daarvan binnen uitziet. Misschien gaan we nog heel eventjes een rondleiding doen. We moeten heel even kijken hoe en wat. We zijn nu bezig met de tour en hier achter mij zijn echt super mooie rode bladeren. En we lopen nu op het buitenhof van het kasteel. Ik vind het wel heel erg leuk om hier eens binnen te kijken. Echt super mooi nou zo met die herfstkleuren hier achter mij. Prachtig. Oké, ik moet even snel doorlopen, want ze zijn alweer verder. Wij zijn nu net klaar met de rondleiding. Was heel erg leuk, hè mama? Ja, heel leuk. Ja, en nu lopen we weer naar beneden. Vind ik altijd wel fijn, hè? Zo dat je, als je afdaalt, dan dat je zo'n berg oploopt. Dus nu loop ik even rustig naar beneden. Het is best wel fris. Ik heb het ook heel snel koud. Hele koude handen. Ik had eigenlijk handschoenen mee moeten nemen misschien. Mama had gelukkig nog een sjaal meegenomen van mij. En ik denk dat we dadelijk even lekker ergens wat gaan drinken. We hadden echt super lekkere taarten gezien. Daar zijn ze hier echt onbekend. Echt van die grote taarten. Heel lekker. Dus gaan we sowieso nog eventjes een stukje eten. En verder gaan we... misschien nog met de kabelbaan, weten we nog niet. Mama, ons lijkt het wel heel erg leuk. Alleen papa heeft hoofdvrees, dus die durft daar niet vanaf. Dus we moeten even kijken of we dat willen gaan doen. We zitten nu in de kabelbaan, best wel spannend, toch? Ja. Best wel gammel ook, hoe je hier zit. Ja, gelukkig kun je wel je benen neerzetten, maar verder is het maar... oh, hè? Zit hij in een keer stil? Ja, maar ja, dan moet er weer iemand uitstappen. En Jelle, die zit hier achter ons. Kijk of die kan filmen, hier zit hij alleen. Maar dan gaat Jelle dadelijk terug met mama en dan ga ik eventjes alleen. Ja. En vroeger gingen wij hierboven naar een pretpark toe. Dat was ook echt superleuk. Een wildpark en een speeltuin. Een speeltuin en inderdaad waar je allemaal dieren kon zien. Maar dat gaan we nu niet doen. Oh, hier lopen ook mensen. Oh ja. En je kunt ook naar boven wandelen. Je kunt ook naar boven wandelen, hier maar dat is je niet prachtig. Echt zo'n leuk. Allemaal die druiven, hè? Ja, dat heb je hier overal. Ja, de Moezel. Lekker wijn. Ja. Mooi, die herfstkleuren. Hè? Ja, dat is nou echt prachtig. Heel mooi. We zijn hier nu boven op de berg. En daar, hier achter die bosjes volgens mij, staat ook nog een kruis. Gaan we daar ook nog heen lopen? Ja, lopen we heen. Hè? Ja, gaan we nou doen. Ik heb hele fijne schoenen aan om te wandelen. Mama, jij? Ja. Fijne hakken? Oké, we zijn nu weer op de terugweg en ik zit nu alleen in de kabelbaan. Want de heenweg was ik dan met mama en de terugweg ging Jelle met mama. En naar beneden is het toch wel iets enger dan naar boven, want het gaat best wel stijl naar beneden. Echt best wel hoef. Gelukkig zit ik nu in een andere met een kap. Dus die lijkt wel iets steviger, want echt die stoeltjes gewoon, zeg maar, die lijken echt super gammel. Ik vind het maar een beetje eng, maar ik ben blij als ik beneden ben. Ja, heel mooi uitzicht hier. Gelukkig is het vandaag weer droog, dat is wel echt super fijn hoor. Hebben we echt wel geluk met het weer. Het is gewoon weer echt herfst. Ik moet er echt weer even aan wennen hoor. Echt dat het weer een beetje regenachtig wordt en wat kouder. Ik ben echt een koukleum hoor. Ik heb het echt heel snel koud. Bro. Dadelijk lekker naar de hotelkamer, lekker warm.
Wij zitten nu in zo'n typisch ouderwets Duits cafeetje in de wijnkelder. En ik heb witte wijn besteld. Mama heeft best wel aparte, hoe heet dat? Vila wijze. Er staat hier net op mijn papa en die heeft rode wijn. Dus gaan we zo even proeven of die lekker smaakt. Proost. We hebben net lekker wat gedronken bij die wijnbar. En toen was het batterijlicht van mijn fotostel. Dus die moest ik heel eventjes opladen. We hebben nog heel even bij het hotel gechilled. En ik heb me heel eventjes omgekleed. Ik heb mijn nieuwe top aangedaan van Gotcha. Echt super shiny. Is de eerste keer dat ik hem aan heb. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk. Nog even kijken of ik hem in mijn broekstop of zo laat hangen. Maar ik vind hem wel heel erg leuk glimmend. Leuk voor het uiteten. Heel leuk restaurantje gevonden. En we zitten nu in het restaurantje Zoomstroef. Mijn Duits is zo slecht. Echt, ik kan helemaal niet goed Duits. Maar in ieder geval, wij zijn in het restaurantje vroeger ook geweest. Het is wel heel erg leuk dat we nu hier weer gaan eten. We hebben al een hele lekkere salade gekregen. Gaan we nu eventjes opeten. En ik heb schnitzel besteld met champignon roomsaus. Dus die krijg je zo meteen lekker. Ons eten is er en ik heb lekker een schnitzel met champignonsaus. Papa en Jelle hebben allebei een schnitzel, mama een vis. En we hebben nog lekker frietjes op de tafel. Ziet er goed uit. We hebben ons toetje gekregen en dit is dan blanche met warme chocoladesaus en slagroom. Wij zijn weer terug bij de hotelkamer en ik heb echt heel erg lekker gegeten. Ik ga zo meteen lekker mijn pyjama aandoen. Ik heb een hele leuke nieuwe pyjama van Charlie Chu, als ik het zo goed uitspreek. Echt heel erg leuk. En dan gaan we lekker in bed liggen. Misschien een spelletje doen of tv kijken of een beetje pingelen. Ik moet heel even kijken. Maar bij deze ga ik dus de vlog afsluiten. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vond je deze vlog leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dan zie ik jullie allemaal de volgende keer weer. Doei doei!